Nou, we gaan hier wegrijden bij het CBR. Examencentrum. Barendrecht. Nou, let op bij het wegrijden. De andere lesauto's. Goed of er niet iemand ook gaat wegrijden. Even goed links-rechts opletten. Dan gaan we het kruispunt rechtsaf. Er staat zelfs een bord, hè. Let op fietsers. Moet je nou hier voorrang verlenen op de bestuurders? Houd het fietspad vrij. Gaan we dit kruispunt rechtsaf. Nou, let op de fietsers aan beide kanten. Straks met de bocht mee naar links en gelijk naar rechts. Heel goed opletten op de fietsers. Als je een stukje hier naartoe rijden, kan je daar al een beetje op letten. Dus na de bocht wil ik hier gelijk rechtsaf. En natuurlijk goed op de bestuurders letten, want je moet voorrang verlenen. Bij de verkeerslichten gaan we ook gelijk rechtsaf straks. Dus ik ga hem gelijk hier rechts voor sorteren. Ik wacht nog even met mijn richting aan doen. Zijstraat voorbij ben. Je kijkt niet in je richting aangeven voor rechts. Nou, heb je groen en gaat wegrijden, blijf altijd even ook nog opletten op het kruispunt. Dat er niet iemand door rood is gereden. En niet de fietser door rood gaat rijden. En dan komen we aan bij een turbo rotonde. En daar wil ik linksaf gaan. Dan doe ik dat via de rechterrijstrook. Dan gaat dat niet. Dus ik heb hem al hier links voor gesorteerd. Dan ga ik hier bij de rotonde, dan ga ik linksaf. Eerst de binnenkant. En vanaf hier pak je de buitenkant. Je richting aanwijzer aangeven voor rechts. Ook op de fietsers hier. Dan gaan we hier de eerste gelijk rechtsaf. En in die straat gaan we de omkeeropdracht doen. Let op de zijstraat hier van rechts. En je zou hem hier kunnen doen door middel van steken. Dus drie keer steken. Ik ga het hier even doen door middel van een bocht achteruit. Dus ik ga een zijstraatje gebruiken om mijn kant. Hier rechts aan de kant te zetten. Goed om je heen kijken. En probeer als je de bocht maakt ook op je eigen weghelft te blijven. Gaan we dit kruispunt linksaf. Je moet voorrang verlenen, dus let goed op.
rotonde gaan we nogmaals linksaf. Dus je rijdt hem op en blijft aan de binnenkant. En vanaf hier pak je de buitenkant. Aan dat ik de rotonde verlaat. En dan gaan we een stuk de snelweg op. Dan gaan we richting Zierikzee rijden. Dat wordt gelijk hier rechts. Snelheid op de snelweg hier is 100 km per uur. Dat probeer je altijd aan te passen aan de snelheid, die dus ook op de snelweg rijden. Dan gaan we hier straks inpakken en dan willen wij bij Barendrecht, de afslag Barendrecht erop. Dat doe ik nooit hè, bij het inpakken. Vrachtwagen voor je of iemand die wat rustiger rijdt, neem ook het initiatief om in te halen. We zien hier dat afrit 20 banen dat op 1500 meter is. En hier zit nog wel een invoegstrook aan de rechterkant, dus let daar even goed op. Snelweg wil verlaten. En rechts van ons zien we de IKEA en daar gaan we even naartoe rijden. En je ziet hier al dat de IKEA aan de rechterkant van de snelweg zit. Dus als we de snelweg verlaten gaan we onderaan straks ook rechtsaf. De richting even uit, einde van de blokmarkering. Terugschakelen naar de derde versnelling voor de bocht. En we gingen rechtsaf, dus dat ga ik hier even aangeven. Ik gooi gelijk de ruimte dicht bij het voorsorteren. Nou, als je linksaf gaat, heb je te maken met verkeerslichten. En rechts heb je dat niet. Best een scherpe bocht, dus ga ik hem even terug naar de tweede versnelling. Dan kom ik hieruit aan de rechterkant. Hebben we hier de eerste rotonde en die gaan wij rechtdoor, de tweede afslag. Staat ook een bord, hè? IKEA, die kant moeten wij op.
let op ook na de rotonde dat je goed de vaart er een beetje in houdt. De maximum snelheid is hier 70. En dan gaan we hier rechtsaf. En daarna moeten wij linksaf. En als ik straks bij deze rotonde linksaf wil staan, dan komt het bord. Dan zal ik even links voor moeten sorteren. Altijd goed opletten bij zijde links verplaatsing. Blijf ik een beetje aan de binnenkant van de rotonde rijden. Nu pak ik de buitenkant en dan een richting aanwijzen voor rechts. Deze straat gaan we rechtsaf. Deze straat gaan we even de omkeeropdracht doen. Ik ga het doen door middel van een bocht achteruit. Ik geef even van tevoren aan dat ik hier een bocht achteruit ga maken door middel van mijn richting aanwijzen voor rechts. Je mag het overige verkeer niet hinderen. Omkeren, dus ik geef mijn richting aanwijzen voor links en blijf goed opletten. En dan zien we gelijk hier voor ons als we wegrijden een stopbord en ik wil hier linksaf gaan. Dan stop niet te ver, dus stop een beetje voor de stopstrip dat je goed zicht hebt op de weg. De auto moet helemaal stilstaan. Dus je gaat in de eerste versnelling weer verder. Hij mag niet blijven rollen. Dan gaan we de rotonde hier rechtsaf en dan gaan we even de borden voor doorgaand verkeer volgen. Maar rechtsaf, dan zien we hier dat we twee rijstroken hebben. Dan gaan we even kijken, doorgaand verkeer zie je op deze rotonde is linksaf. En mijn rijstrook gaat ook linksaf, dus ik kan op deze rijstrook blijven. Ik geef wel natuurlijk aan dat ik linksaf ga op de rotonde. Dus dan blijf je even de buitenste rijstrook houden op de rotonde. Verlaten. Nou, maximum snelheid was 70, dus heb je de ruimte, ga de maximum snelheid rijden. En dan blijven we even kijken naar de borden voor doorgaand verkeer. Dan zien we hier aan de rechterkant dat dat rechterbord is bij de rotonde. Dat gaan we ook even doen. Eerste afslag en wij gaan de tweede hier gaan wij recht. Het is rechtdoor op de rotonde rijden. En dan gaan we even de borden volgen voor Rotterdam, want daar gaan we weer even de snelweg op. Dus deze kant terug komt rijden, dus van de kennen. Dan zien we daar links een bord, Rotterdam, dat linksaf is. Snelweg op richting Rotterdam, dus ik ga dat hier aangeven. Nou, ik hoef niet helemaal naar links. En hier op de middelste rijstrook blijven, want ik zie dat deze rijstrook, die gaat ook naar links. En die moet ik hebben.
weer bij het inhoeken aanpassen aan het verkeer dat op de snelweg rijdt. Dan gaan we even de borden volgen voor Zuidplein. Nijmegen, dan moet je straks rechtsaf gaan buigen. Voor Zuidplein kunnen we op deze rijstrook blijven. Als ik hier blijf, dan zit ik goed. Maar vanaf hier is de maximum snelheid ook 70 geworden. Rustig gaan rijden. Ik wil straks onderaan bij de verkeerslichten wil ik dan rechtsaf gaan. Je moet dan twee rijstroken naar rechts opschuiven. Dus ik hou hier al goed het verkeer rechts in de gaten. De snelheid voor deze bocht even eruit halen. Aan het verkeerslicht zien dat het een rondje is en geen pijltje zoals hier linksaf. Dat betekent dat je hier ook rechtdoor kan gaan en rechts. Maar de fietsers en de voetgangers hebben tegelijkertijd groen, dus daar moet je goed op letten. Dus ik blijf het nu al in de gaten houden. Straks hier linksaf. Let op de straat hier rechts. Dus eerst kijken, dan rijden. Dan gaan we hier linksaf. Let op het rechtdoorgaand verkeer hier. Je wordt gewaarschuwd, hè, voor kinderen zit een school hier links, een speelplaats, daar moet je goed op letten. En de maximum snelheid in dit stuk is 30 km per uur. Hier goed op de zijstraat letten, dus nu al een aantal keer kijken. Dan gaan we met de bocht meerijden. Dan gaan we het kruispunt rechtsop.
Maar als we hier ook het kruispunt rechtsaf gaan, dan is de maximumsnelheid op de Pascalweg hier is 50 km per uur. Terugrijden naar het CBR. Hier kun je dat aangeven, linksaf. Hij gaat afbuigen, dus let goed op het verkeer. Dat het soms hard aan kan komen. De brug. En ik ga nu al ook opletten op het fietspad. Dus moet je hier vooraan verlenen. Kijk alvast goed door het fietspad, beide kanten. Als we terugrijden naar het CBR. Goed op de zijstraat letten van rechts.